Hallo iedereen, welkom bij mijn eerste Charm update. Ik begin hier nu aan omdat ik vind dat ik eindelijk goed genoeg ben geworden om aan Charm updates te beginnen. Ik ben al langer bezig met oefenen. Ik denk dat ik nu al een stuk of twee, drie jaar, nee het zal langer zijn, bezig ben met dingen te maken. En ik ga nu een stuk aan jullie tonen. Het eerste wat ik wil tonen is dit hier. Ik wou heel graag kamees maken en dit was de eerste die ik heb gemaakt. Ze was erin heel veel mooier, maar ik heb haar al twee keer al moeten bijveilen omdat ik had haar genaaid op een zwart stuk lint. En dat ging af en dat maakte alles zwart, waardoor ik elke keer de lak eraf moest halen. En nu is er al heel veel van het 3D-effect verloren. Maar ik vind ze nog altijd mooi en ik heb ze nu gelakt met matte lak omdat ik hoop dat dat minder snel het zwart opneemt. Dan de tweede poging die ik deed was denk ik deze. Of deze. Deze is met... de achterkant is rode Fimo glitter en dit is blauw ijskristal, maar ik heb die haar bijgeveild en opnieuw zijn er dingen verloren gegaan en ik vind haar niet zo goed gelukt. Dus het volgende was dan, was deze. Deze was heel mooi en dan was de achterkant verkeerd, dus ik heb die eruit moeten snijden. Vandaar dat ze er zo al dik op ligt, want ik heb haar op een nieuwe achterkant moeten zetten. Ik heb met pareltjes gewerkt en ik vond dit wel een mooi effect, maar ik was nog niet helemaal tevreden. Dus ik heb dat even laten rusten, wat over zitten nadenken. En ik heb bloemen geprobeerd. Het is opnieuw met rode Fimo glitter en ijskristal voor de blaadjes. En voor de bloemetjes roze kwarts van Fimo Effect. Maar ik had het te dun gerold en je ziet het is bijna niet. Dan, ik heb eigenlijk ook een strip en die heet Evil Bunny. En eerst wou ik dat maken. Maar toen dacht ik, oh, ik wil toch een oculair maken. En dit is op dezelfde achtergrond als die vrouw van daarnet. Dat is eigenlijk een donker paars gemengd met goud. En ik heb er een konijn op gezet omdat ik deze rand er rond had gezegd. En ik vond, oh, dat is precies Alice in Wonderland. En dan deed dat me denken aan een konijn. Dan, denk ik, ja, heb ik dit gemaakt. En deze is een van de best gelukte, maar ik heb de fout gemaakt om de roze kwarts echt op een lichte achtergrond te zetten. Die komt dus er niet goed uit. En nogthans, ze heeft lipjes en al en haar haar heeft echt goede textuur. Ja, je kan het niet goed zien. En dan deze heb ik ook gemaakt, opnieuw met die ijskristal en roze kwarts. En ik heb het wat dikker gerold en ik vind het echt heel mooi gelukt. Ja. Goed, dat was een beetje een update van alle kamees die ik ongeveer al heb gemaakt. Wat ik misschien kan tonen is dit. Mewtube 3000 maakte van die pinnen waar ze dingen op stak. Dus ik heb ook speldenkoppen gepakt en dat erop gestoken. Dus dit is weer die roze kwarts, ik vind die mooi. Een wereldbol met een sprakeloos kawaii gezicht. En een regendruppeltje. Met een schattig gezichtje. Ninja 23001 of Rice Charms maakt deze octopussen. En deze geeft licht in het donker. Ik heb pastelroos gemengd met glow in the dark. En dit was overschotklei, daarom is het vuil van onder. Maar ik dacht van, ik vind deze dingen echt te schattig, dus ik heb dat gemaakt. Ik heb ook nog twee cupcakes, bananencupcakes. Ik ga hier oorbellen van maken, denk ik. En ik heb echt alles zelf gemaakt, dus ook dat cane gedoe, ik heb dat ook zelf gemaakt. Dan had ik dit idee gezien, ja, Mewtube de 3000 was. En dat waren pannenkoeken op deze manier. De manier van textuur geven aan een pannenkoek heb ik wel geleerd van Sugar Charm Shop, maar die maakt geen tutorials meer. Dus er zit boter en ahornsiroop op. En omdat ik niet wist
Of dat ik ze in het groot of klein wou, heb ik ze ook in kleintjes gemaakt. Maar ik vind dat deze een beetje onduidelijk is en de boter is gemengd met ahornsiroop en zo. Dus ik heb taco's gemaakt omdat ik een heleboel taco's, schelpjes op die gemaakt ook. En ik dacht van ja, ik mag hier dan gewoon een paar taco-oorbellen. Macaronnen. Ik heb ook nog een paarse gemaakt, maar die heb ik op een ring gezet. Ik weet niet of je het goed kunt zien op camera, maar dit is dus de rode glitter. En dit is met transparant en zo. En ook is dat. En dit is de roze kwarts. Met dan erop. Dan dit. Ik heb een fortune cookie bracelet gemaakt met allemaal fortune cookies met verschillende kawaii gezichten. Dus. En ik had dit aan naar school. En ik zit in mijn derde jaar op hogeschool. En mijn vriendin zag dat dan en zei wat dit dat ook maar met erbte. Dus ik heb erbtjes gemaakt. Met ook de verschillende gezichtjes op. En een andere vriendin van mij heeft deze roosring besteld. Die is ook helemaal zelf gemaakt, zonder afdrukdingen gebruikt. Gewoon. Sorry, dat was mijn gsm. Gewoon, ja. Zelf gemaakt, gewoon helemaal handgesculpt. Ik had wel eens een rode voor haar gemaakt, maar ze wou ook graag een blauwe voor bij haar blauwe kleren. Vandaar. En ik ben hier heel trots op. Dit is echt erg mooi, vind ik. Opnieuw mijn gsm, sorry. Ik had dat moeten afzetten. Dan deze cupcake oorbellen. Dat is opnieuw met dat pastelroos. Met glow in the dark gemengd. En ik dacht van, ik had ze zo gewoon gehangen zonder dat dingetje tussen. Maar ik vond dat mooier met dat kerstje. Het is gewoon een steentje. Die zijn ook glow in the dark. En dan een paar dingen die ik niet echt onlangs heb gemaakt, maar waar ik wel heel trots op ben. Dit is een babytje. En hij is erg realistisch. Ik vind hem erg mooi. Ik heb hem helemaal gesculpt en alle details kloppen, maar ik weet niet of je het helemaal goed ziet op camera. Daarnet was het licht beter. Nu is dat zo'n gelig, raar iets. Dit heb ik gemaakt voor mijn vriend. Het zijn alle Angry Birds. En ik heb nog niemand dat zien maken. Het is echt wel mijn origineel idee. Zoals deze dingen trouwens ook. Het zijn allemaal mijn origineel ideeën. Dat ook. En ja. Ik heb dus alle Angry Birds gemaakt. Behalve die grote rode dikke. Ik heb alleen de kleine rode gemaakt. Van die grote rode dikke. Ja. Ik weet niet. Hij wou niet. Ik heb ook allemaal hout gemaakt. En een katapult. Die echt werkt. Voilà. Dus dat was het ongeveer voor mijn eerste charm update. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ik hoop dat ik subscribers ga krijgen. Maar ik betwijfel het omdat ik Nederlands praat. En niet Engels. Als jullie een tutorial op iets willen. Ik denk dat ik er al één heb gemaakt op mijn kanaal van een theepot. Dus ik hoop. Ik hoop in elk geval dat jullie het leuk vonden. Als er dingen zijn waar dat jullie iets over willen weten, plaats maar een commentaar in de description bar. En misschien maak ik ook wel eens een update in het Engels, zodat ik weet niet, meer subscribers krijg. Dus bedankt voor het kijken en dag!